kunt ook nauwelijks voorstellen dat ik die kandelaar dus op de fiets helemaal van hier, deze buurt, helemaal naar het oosten van Nederland heb gebracht. Dat kun je bijna niet voorstellen als je dat ziet, hoe gaaf dat hij die reis heeft. Ons zonnestelsel telt vier reuzenplaneten: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Vroeger moet er nog een vijfde reus geweest zijn, maar die is op een bepaald moment weggeslingerd. Dat schrijft de Amerikaanse astronoom David Nesvorny in een artikel dat in de Astrophysical Journal Letters van 1 december verschijnt. Zijn computersimulaties van het ontstaan van het zonnestelsel laten zien dat anders Uranus of Neptunus uit het zonnestelsel was verdwenen en de aarde misschien niet meer had bestaan. De reuzenplaneten werden, net als de aarde en zijn naaste buren, geboren in een schijf van oergas en stof rond de zon. De reuzen stonden echter aanvankelijk dichter bij de zon dan nu. Pas zo'n 600 miljoen jaar na hun ontstaan schoven ze naar de huidige banen. Dat gebeurde toen het oergas in het planeetstelsel was verdwenen en de reuzenplaneten elkaars baanbewegingen gingen verstoren. Uranus en Neptunus bewogen fors buitenwaarts en Jupiter en Saturnus een flink stuk naar binnen. Probleem is dat Jupiter daardoor ook de banen van de binnenste planeten zou hebben verstoord, waardoor zij met elkaar en met de aarde in botsing hadden kunnen komen. Dat gebeurde echter niet als de baan van Jupiter relatief snel was veranderd, maar dan zou Uranus of Neptunus uit het planetenstelsel zijn weggestoten. Nesvorny heeft nu via computersimulatie aangetoond dat de aanwezigheid van een vijfde reusplaneet tussen Saturnus en Uranus of voorbij Neptunus ook dit zou hebben voorkomen. Tot zover dan de uitzending over de planeten. De heer Diels vanuit de studio in Oudekerk en Amstel. Allee!